ik had het gevoel dat hij zo heel goed wist wat dat hij wilde. En dan wel heel veel takes. Misschien is dat... Dat weet ik niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij dat na zijn zoveelste film niet meer zou doen. Ik denk dat hij gewoon heel perfectionistisch is en echt wilt doorgaan totdat hij heeft gevonden wat hij wilt zien. Omdat hij zo'n goed beeld heeft van wat hij graag zou willen zien of zo. En het helpt ook wel soms om door iets heen te gaan als acteur. Dat je dat nog eens en nog eens... En dat je dan een bepaalde emotie bereikt of zo, die je anders misschien nog niet had bereikt. Dus soms wel heftig, maar dat is wel zijn manier om het te doen, denk ik. En ik weet niet eens dat, omdat dat zijn eerste film is. Maar ik denk eerder dat dat gewoon zijn stijl is.